Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSP4 en morgen. En vandaag neem ik jullie mee met een avonddienst, zeg een dagdienst. Eigenlijk gewoon een surveillance bij de roleplay reality. Zoals je ziet zijn hier al een paar mensen aandachtig te luisteren naar mijn intro zou ik hem maar even noemen. Ik ga jullie meenemen met de dienst. Zoals je ziet, ik zal wel even blurren. Ik weet niet of mensen in beeld willen. Nou, een mooi aantal mensen in game. Links van mij staat mijn laptop met het GMS, geïntegreerd meldkamersysteem als ik goed heb. Daarmee kunnen wij statussen, etc. Er zit een beetje een klein een errortje in, dus de opname of de meldingen zullen via spraak komen. Dus de meldkamer zal naar binnen gaan, naar binnenkomen in de channel. Zal mij oproepen als 104. Ja, en dan krijg ik te horen naar wie ik, naar waar en naar wie ik naartoe moet. Dus ik ga jullie vooral echt, het is een beetje een roleplay video, dus ik ga niet naar jullie toe praten, nu alleen de intro zal ik dat even doen en dan ja, natuurlijk als ik klaar ben met de melding. Maar bij ter plaatse zal ik niet tegen jullie zeggen oké, we zien hier nou een meneer, hij is zoveel jaar oud, ik ga gewoon volop die roleplay, ik ga die patiënt helpen, etc. Nou, ik zit dus bij de ambu, nou joh, wauw, dat wisten jullie al. We hebben politie, we hebben brand, we hebben marechaussee en we hebben 4 burgers die hopelijk leuke meldingen voor ons gaan maken. Dus op het moment dat de meldkamer oproept zal ik mijn opname weer starten. Dus dan zien jullie dat nu. Ja, blijft u luisteren. 1703, kom eens uit, MK. MK gebricht. Ja, u gaat beide aanrijdend richting een voertuigbrand. Voertuig is wel helemaal uitgebrand, brandweer is aanrijdend. Is een meneer gewond met licht hevige brandwonden. Meneer is verder gelopen, ligt op de grond, niet aanspreekbaar. Politie is ter plaatse om voor het verkeer ook. Ja, u kan ik aanhouden over? Ja, u mag even kijken, burger 2 aanhouden. Het zal zijn tussen Rotterdam Heek Airport en de grote brug richting de haven ook. En wie is burger 2 precies over? Stef, ook. Ja, ik ga een kijkje nemen, 103 is of niet in de game of arts. Ja, ik ben als huisarts. Of ja, acht. Ja, voor mij mag je iemand meesturen, maar ik kan ook even kijken of ik alleen aan kan hebben. Nee, ik stuur de 111 dan mee ook. Ja, wil ik dan. 111 meegeluisterd. Ja, en ik ben trouwens Rapid Plus vrijwillige brandweer. Ja, graag dan daarin inmelden voor het dan ook. Ja, het was besloten nadat ik me had ingeweld. Dan mag de 116 mee. Goed, we zijn onderweg naar een melding, auto brand. Dan zullen we denken, daar gaat de ambu toch niet heen. Er zou een meneer in ieder geval in het voertuig hebben gezeten. En die zou zijn... ik moet even snel kijken. Ambu voor politie over. Pardon? Oh, voor Kamar, excuses. Is het op de brug of eronder over? Op de brug over. Op de brug, ja man, rijdend hoor. Nou, oké, normaal wilt de route nog wel eens wat uitwijken. Of ja, dan is het onder de brug, maar dan denkt hij op de brug. In ieder geval, er zou een autobrand zijn geweest en de persoon zou ja, uit zijn gestapt en op de grond zijn gevallen, niet aanspreekbaar. Kamar is hier bezig met de wegafzetting. Daarom dat ze ook pardon zeiden, het bleek Kamar te zijn, niet politie, groot verschil. De man klaagt zelf dat hij moeilijk lucht krijgt. Voor de rest hebben we nog geen verwondingen aangetroffen. Toen ik hem vroeg om in mijn handen te knijpen, deed hij dat wel maar heel zwak. Ja, dat is begrijpelijk weer naar de plaats. Nee, tegen de muur rijden gaat niet helpen, want... Goed. Nee, dat weet. Goedendag meneer, ambulance. Meneer, hoort u mij? Meneer. Oh,
Hoi, ambulance. Wacht even, collega, kun jij een zuurstofflesje pakken? AC, hier de 1131 over. Meneer, kunnen mij vertellen wat er is gebeurd? Ongeluk gehad? Voertuig in brand. Ja, dat heb ik gezien inderdaad. Oké. Hey, ik ga je meteen wat zuurstof geven. Heeft u rook ingeademd? Dankjewel. Ja, mijn motor rookte toen ik hier reed en toen raakte ik de controle kwijt. Oké. Ik zet even dit kapje op uw gezicht hoor. U kunt gewoon blijven praten, maar dat geeft u wat zuurstof. Ja? Mijn armen. Ja, ik ga zo naar je armen kijken hoor. Vooral belangrijk dat u blijft ademen. Rustig blijven ademen, niet te snel. Zet hem even niet... Oh nee, sorry. Ik dacht dat één rijbaan nog vrij was. Oké. Hey, gaat dat een beetje beter met zuurstof zo? Ja. Oké. Collega Ambu. Wat mij betreft kun je nog even navragen of er nog meer mensen zijn, maar ik heb hier geen indicatie voor tweede ambu nodig. Je kunt vragen aan de OVDK of er nog een ander slachtoffer is, anders heb ik geen extra ambu nodig hier. Oh ja, is goed. Oké, meneer, ik ga even de livepack aansluiten, de hartmonitor bij u. Dan kan ik even wat controles doen bij u, ja? Ondertussen ga ik gewoon meteen naar de armen kijken. Zijn er nog andere slachtoffers hier dan meer? Terwijl even uw t-shirt open knippen hoor. Voor, naar onze weten zijn er geen andere slachtoffers. Alleen deze man. Oké, nou dan ga ik even hoor, dankjewel. Oké, fijne dienst. Ja, het zal collega Almu succes. Ja, dankjewel. Meneer, kunnen mij vertellen hoe lang u ongeveer rook heeft ingeademd? Tijdje. Tijdje. Dat is een tijdje. 5 minuten of... De motor roken. Ja. En op een duur, ik kon niet meer stoppen. Dus toen heb ik doorgegeven, maar toen was het heel erg en toen raakte ik controle over het stuur. Oké. En toen ben je meteen naar het voertuig kunnen komen? Ja, kruipend uit het voertuig, maar... Eventjes er vandaan. Oké. Top. Oké. Hey, gaat het een beetje beter met de zuurstof ofzo? Ja, maar mijn armen die voelen net of licht verbrand. Ja, ja, ik zie het. Oh, dat doet zo pijn. Kijk even of alle controles goed zijn hoor. Goed, is allemaal in orde? Ja. Dus. Ja. Dus we moeten even... waar ze nog naar hier komen en dan ik ga zo meteen bij u de arm even verzorgen. Heeft u verder denk ik nog brandwonden ergens? Nou, armen doen alleen heel zeer. Ja, armen doen zeer. Die ga ik met een soort gel een beetje bedekken. De brandwonden afnemen, ja? Enfin, niet afnemen tot we heel even koelen. Ja, doen we. Oké, dan ga ik dat nog even doen en dan kunt u daarna de weg vrijgeven. Oké, dank u wel. Goed, oké. Als iemand even de branca wil pakken, dan ga ik hem met spoed vervoeren. Oké, meneer, ik heb de armen verzorgd, voor zover het nu al kan. Ik ga ze meteen naar het Erasmus brengen. Dat gaat een spoedrit worden in verband met de ingeademde rook. Dat kan nog wel eens toenemen als er niks wordt gedaan. Ja, dankjewel collega. Het gaat nu wel beter, maar... Ja, goed, maar we wilden toch zeker weten tot binnen in de luchtpijp en in de bronchie niks verbrand is. Dat kan zich gaan opzwollen, dus vandaar dat we zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gaan. U mag hier komen zitten als dat nog gaat. Hier zo. We helpen u. Ja. Heel goed. Oké. Zetten we de brancard omhoog, gaan vervoeren. Oké, heel goed. Collega's, hebben jullie nog iets van meneer nodig?
Nee, ik denk dat alles wat we nodig hebben van hem, dat we dat wel later terugzien in de documentatie. Ja, helemaal goed. Goed, bedankt voor de afzetting. Gaan wij ervan uit. Toppie. Succes. Dank je. Oké, zodra de brandweer echt maar effectief is, Max, kunnen wij inpakken. Top. En Max, dan mogen jullie geleidelijk aan het verkeer vrijgeven zodat het een beetje op gang kan komen. Is goed. Nou, mooie wegafzetting van de Kamar en ik geloof ook politie wel in eenheidje. Wij gaan nu met spoed naar het ziekenhuis. De reden heb ik ook al gezegd tegen de... Ah nee, alleen Kamar, excuses Kamar. De reden heb ik ook gezegd tegen de patiënt. Dit is namelijk omdat het waarschijnlijk... Het is ernstig als je rook inademt. Laten we het daar even bij houden. Ik vroeg aan de burger of hij echt of fictief mee wilde. Daarmee bedoel ik wat je al zag. Hij stapte niet echt in. Daardoor kan... Ja, ik ga tijdens de transport niks doen. Maar hij kan tijdens de transport, dus het fictieve transport, wel al... We rijden verkeerd, hè? Ja, ik rij verkeerd. Lekker man. Ja. Hij kan tijdens het fictieve transport wel al... 88 knop weer voor C. Een nieuwe burgermelding aanmaken. Ja, ik heb even een sit-up voor u van het ongeval. Moet je helaas nu veel omrijden. Is op dit moment aan het vervoeren. Slachtoffer aan het vervoeren. Het voertuig is geplust. En wij hebben het wegdek ondertussen weer vrijgemaakt. En dan gaan we met z'n allen weer toevoegen. Ja, dat is genomen. Kunt u mij melden als iedereen weer naartoe kan slepen? Dat kan niet doen hoor. Ik denk dat de ambulance nog een zit-up heeft, maar... Ik ga in ieder geval de Kamar dan en de brandweer retour sturen. Dank u wel voor het inzet. User left your channel. User was moved out of your channel. User left your channel. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. 1304 van Zuid-MK. Geen bericht. Het is voor mij een situatierapport over. Ja, patiënt inmiddels met spoed afgeleverd bij het Erasmus en weer status 1 over. Ja, dat is vernomen. Dank voor het melden. Ik ga even toe sturen nou. Ja, begrepen, dank je. Waarom is hij niet heel... Nou, patiënt afgeleverd en zoals je hoorde, wij staan wel status 1. Dat betekent dat wij nu weer terug kunnen gaan naar de post en dan zet ik gewoon mijn route op een collega die waarschijnlijk op de post staat. Dat zal wel niemand zijn wat ik zo hoorde bij mijn collega's. Ik weet toevallig waar de post is. Dus hier zo. En dan zijn we vanaf nu weer volledig inzetbaar voor meldingen. Microphone activated. User joined your channel. 1904 kan we zuid MK. Geef bericht over. Ja, we gaan rijden, dus gaan richting een man die op dit moment op de grond zit in het park, pijn in de borst aangeeft. Meneer was lekker aan het wandelen, 55 jaar oud. Ik heb verder geen bijzonderheden, hij reageert wel over. Ja, begrijp ik, gaan kijken nemen, we kunnen gaan naar de over. Mag ja, nou de... Ja, onderweg hoor. Is een collega van de Kamar ook rijdend zijn ondersteuning over. Toppie. You were moved. Microphone muted. Nou, jullie hebben meegeluisterd. Pijn op de borst. Zou in het park zitten. Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Er is in ieder geval altijd een A1, dus met spoed. We weten wie we moeten aanhouden en we gaan het zien. Koninklijke Marechaussee rijdt mee ter ondersteuning. Waarschijnlijk omdat de politie gewoon volledig bezet is. Maar het kan ook zijn dat het een Kamar gebied is, zoals wij dat noemen. Er is een bepaald gebied waar politie niet mag komen en de Kamar wel. En er is ook een bepaald gebied waar juist alleen de waar juist alleen de politie mag komen en de Kamar niet.
Hadden even slalommen. Ook hier heb je gewoon verkeer. Hè. Dit is natuurlijk 5M voor de mensen die dat niet kennen. Dat is eigenlijk gewoon een online server waar je dus echt met meerdere mensen op speelt. Maar waar je dan wel met mods kunt spelen. Dus het is niet zomaar iets wat je kunt joinen als in GTA Online. Maar het komt toch wel redelijk mooi in de buurt. En je hebt wat andere dingen. Het is eigenlijk een soort singleplayer waar je met z'n allen samen kunt. Want je hebt ook dieren wat en een online... Geen bericht. Ja, op dit moment zie ik op dit moment op de locatie nu al. Kan het kloppen? Waar ben je? Ja, bij de locatie waar het adres is. Ik ga eens kijken. Ik ben er bijna over. Oh ja, ik zie iemand lopen hoor. Die komt naar me toe. Oké. Okay. Hij gaat nu weg. Ik weet niet of het is. Ik zal ze even aanspreken. Ja, slachtoffer voor aangekomen. Microfoon hier. Nou, pleur hem gewoon hier, hè. Ja. Zullen we even kijken naar die hond, hè? Dat is mijn eerste zorg. Microfoon activated. Goedendag. Hoi, hoi. Is die hond verder gewoon... Ja, die doet op dit moment nog niks. Oké, ja. Is goed. Ik ga even met hem praten. Ik pak even wat spullen. Microfoon hier. Pak mijn spulletjes en dan ga ik aan de slag. Goedendag, ambulance. Je had gebeld? Hey. Ja, klopt. En vertel. Nog pijn aan mijn borst. Ja. Uitstralingen. Ik wandelde met mijn hond. Ja. Wat zegt u? Nee, ga door, sorry. Ik zeg, ik was aan het wandelen met mijn hond en ineens, ik had ontzettend veel last. Oké. Pijn op de borst, was hij echt inspanning aan het doen of gewoon rustig wandelen? Ik was aan het lopen met mijn hond, die zit links naast me. Oké, ja. En heeft hij ook uitstralen naar de kaak of naar de arm? Ja, een beetje naar mijn arm, linkerarm, kan dat? Ja, dat kan. Ook wat zweterig? Nou, ik heb het wel heel warm. Ja, ik zie het. Goed. Ik ga het een en ander even bij je doen. Ademhalen gaat nog gewoon goed. Ja, ja, ja. Okay. Wel. Goed, ik ga toch even een brilletje op in de neus doen. Dan krijg je een zuurstofbrilletje zoals we dat noemen. Dan krijg je in ieder geval wat zuurstof binnen. Even de ondersteuning vooral. Oké. Okay. Oké. Okay. Sluit die even aan. Gaat er niet heel veel van merken en waarschijnlijk ook niet echt voelen, maar het resultaat is wel gewenst. Oké, okay, goed. Okay. Ik ben niet ergens bekend met cardiale klachten. Nee, ik heb het nooit gehad. Oké, okay, goed. Nee, nog helemaal niks, ook niet in het ziekenhuis geweest voor onderzoeken? Nee, nee, nee. Oké. Okay. Goed, dan mag ik even de blouse openmaken. Het zou zonde zijn als ik hem kapot moet knippen. Als dat lukt, anders help ik u een beetje. En dan gaan we even wat dingen aansluiten. Ja, dat lukt. Heel goed. Ga ik allereerst alvast met mijn hartmonitor even de bloeddruk bij je meten. Dat doe ik even om de linkerarm. Dus je gaat zo meteen even oppompen. Mag ik even stil blijven zitten, zo min mogelijk praten. Ja, ik doe niks. Oké, okay, die gaat even oppompen nog. Ja. Oké, okay, eens kijken wat er uitkomt. Oké, okay, 220 over 100. Dat is erg hoog voor een bloeddruk. Dat kan voorkomen bij deze klachten. Wat ik ga doen, dan mag ik even de tong omhoog doen. Dan ga ik even wat sprayen, wat nitro. Ben je daarmee bekend? Weet je wat dat is? Wat moet ik doen? Ik mag even de tong omhoog doen en dan ga ik wat sprayen. Dat is nitro. Ben je daarmee bekend? Nee, ik heb nooit van gehoord. Oké, okay, goed. Heeft u een... Ondertussen, ik ga even de nitro pakken. Heeft u ook een pijnscore voor mij? Van 0 is geen pijn en 10 is de ergste pijn die u kunt bedenken. 2, 4,
Je hebt wel wat afgenomen hoor, denk ik 4. Oké, okay, top. Goed. Dan gaan we even wat sprayen. We willen die pijnscore eigenlijk op 0 hebben. Dus mag ik even de tong omhoog doen. En dan ga ik 2 keer sprayen. Ja. Dan gaat die bloeddruk zakken, ja, dat opent de vaten wat. Komt die 1 en 2. Heel goed. Top. Ja. Goed. Is het nog... koud, kan het? Ja, ja. En het... Ja. Ja, nee, dat is normaal. Okay. Ik ga ondertussen ook even allemaal plakketjes opplakken nog. Ja, plak raar, plak raar. Oké, okay. Mogen we nogmaals even stil voor me blijven zitten, ga ik even een hard filmpje maken. Ja. Oké, okay, goed. Het filmpje is gemaakt. Ik zie een afwijking. Ik zie elevaties in de ST, dat zal u weinig zeggen. Ik zie niks. Nee, een duidelijke afwijking wat lijkt op een hartinfarct. Daar ga ik nu het protocol voor opstarten. Het Erasmus is hier om de hoek. Die hebben een PCI-centrum. Dus dat is ideaal voor u. Daar zijn we met een minuutje. Ja? Ja, en mijn hond? Uw hond, ja, dat is een goeie. Dat gaat de collega van de Kamal regelen. Heeft hij trouwens familie die hij misschien kan bellen? Familie? Om de hond op te halen? Ja, mijn vrouw zit thuis. Die kan de hond even ophalen. Dat lijkt me een verstandige collega. Aangezien hij waarschijnlijk niet ver zal zijn wandelen vanuit huis. Mag ik een nummer van mij, meneer? Ja, die heb ik. Dat is even kijken, 06 denk ik, hè? Wilt u 06? Of wilt u geen 06? Collega. Nou, die schrijft dat meteen op. Goed, ja. 06 4554 Even jullie beeldvorm. Het ziet er heel raar uit, maar dat ligt aan de animaties. Bij hem op zijn scherm zit hij nu waarschijnlijk op zijn telefoon, maar bij mij lijkt het nu alsof hij ligt. Dus dat is normaal. Jullie hoeven niet te denken waarom gaat hij nou liggen. Op zijn scherm ziet hij op zijn telefoon en ik zie hem dus nu gewoon liggen. Dat is heel vervelend, maar het is niet anders. Goed, mijn collega gaat even bellen. Ik moet even wat een paar vragen stellen. Of eigenlijk maar één vraag. Heeft hij in de voorgeschiedenis al eens een CVA, dus een beroerte of een TIA gehad? Nee, nooit eigenlijk. Nee, nooit. Helemaal goed, man. Hey, hoe zit het met de pijn ondertussen? Is die pijnscore al op een 0? Ja, het neemt af. Ja, nou, het neemt af wel, ja. Oké, okay, nog steeds op een... Ja, nu een zweetje denk ik. Goed, mag je de tong nog een keer omhoog doen? Steeds minder, ja, ik voel het nog mooi. Ja, mag je de tong nog een keer omhoog doen? Spreek nog een keertje. Ja. Helemaal goed, top. Ja. Goed, wat ik ga doen. Ik ga u ondertussen even een flesje water geven. En ik ga u twee medicijnen geven, of één pilletje, wat u mag gaan innemen. En daarna ga ik een infuusnaaltje prikken en die gaat door de medicatie voor nemen. Het zijn allemaal bloedverdunners. Er zit namelijk waarschijnlijk, of dat weet ik wel bijna zeker met de afwijking te zien, een bloedpropje ergens bij het hart vast, waardoor het, het gebied na dat bloedpropje geen zuurstof meer krijgt. Wat we nu willen doen is zoveel mogelijk bloedverdunner naar binnen werken om dat bloedpropje eigenlijk weer weg te laten gaan, of in ieder geval het bloed zo dun mogelijk te krijgen. En dat gaan we met clopidogrel doen. En met heparine. Die twee ga ik je zo meteen geven. Dus clopidogrel alsjeblieft, kijk eens aan. Die mag je al innemen. Ja. Met het water, in zijn pilletje namelijk. Ja, ja. En dan ga ik ondertussen even snel een infuusnaaltje klaarmaken en in uw rechterarm prikken. Collega, kun jij alvast de bronca pakken? Komt de prikker? Komt de prikker? Ja, ja. Top. Helemaal goed. Oké. Okay. Dankjewel. Oké. Okay. Goed. Komt de medicatie even door een vuurnaaltje? Ja. Goed. Oké. Okay. Ik ben volledig klaar. Ik ga naar PCI-centrum brengen. Dat is het dotterbehandeling, zeg maar. PCI.
Wat ik mag doen, ik ga even mijn meldkamer vragen of ze hun in kennis willen stellen voordat ik heb gebeld. Zijn we er al namelijk? Dus mag ik even hier komen zitten? De hond neemt mijn collega dan officieel nu over. Ja, kom maar. Goed. Mag ik de benen daar neerleggen? Ja, goed. Ja. En dan kunnen we ze omhoog zetten. Ja. Top. Collega bedankt, ik ga meenemen. Ja, fictief of echt? Dat jij wil. Mm, ja, 104 met een situatierapport hebben. Ja, we hebben een persoon die maakt een infarct op dit moment mee. Zou voor mij het PCI-centrum van het Erasmus willen bellen dat wij eraan komen over? Ja, ik ga het PCI-centrum van het Erasmus MC bellen dat u eraan komt over. Ja, we zijn er met 20 seconden. Ja, dat is van over. Dan heb ik ze nog niet in de lijn, maar ik ga hem best doen. Voordat we op eerste hardhulp zijn en zo, dan is dat allemaal geregeld. Ik neem eraan. Nou, maar ik ga het rustig leven richting Ambukanaal akkoord over. Ja, positief, dankjewel. You were moved. Sound muted. Microphone muted. Nou, daar zijn we al. Kijk eens aan. Microphone muted. Meneer, het beste ermee, sterkte en wel thuis alvast. Ja, dank u. Sound resumed. Sound muted. Goed, ja, dat was hem. En ik ga ook meteen de video afsluiten. Ik denk dat we een mooie lange video hebben van een impressie van deze ambu-dienst, Sylvie Jansen van de Roleplay Reality. Sowieso wil ik Roleplay Reality al heel erg bedanken dat ik überhaupt mag opnemen op hun server en tijdens de surveillances. De leden natuurlijk bedankt dat ze altijd enthousiast willen meedoen. En vind je dit nou een leuke video, wil je het vaker zien, wil je misschien eens bij de politie of bij de brandweer zien. Laat het zeker even weten, dat is waarschijnlijk allemaal wel te regelen. Wil je nog een livestream zien, dan ook even laten weten, want dan ga ik dat ook regelen. En sowieso hou Roleplay Reality ook in de gaten. Ik zou zeggen tot over 2 dagen bij een nieuwe video zoals de tijd en laat een blauw duimpje achter.